Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar deze aparte opening voor een ARK aflevering. Ja, ik weet het. Nou mensen, kijk, het zit namelijk zo. Ik ben nu bezig aan het editen van de video die jullie dadelijk gaan kijken. Want ik was aan het editen en ik kwam er dus opeens achter dat de stem van Martijn ontbreekt. En dat mijn microfoon echt weer heel erg slecht klinkt. Nou, denk ik dat weet hoe het komt. Ik heb een Windows update gehad en daardoor is alles in OBS namelijk weer naar standaard gereset. Dus alle instellingen van Skype en alles wat inkomt kwam niet meer binnen in OBS. En de instelling van mijn microfoon die stond weer hoerenhard, waardoor dat ik dus heel weer scherp en apart klink. Dus sorry daarvoor. En misschien is de video van ARK misschien dadelijk een beetje druk in scènes wisselen, omdat ik eigenlijk ook natuurlijk heel de tijd op Martijn reageert. Ik heb hartstikke mijn best gedaan om er nog een hele toffe video van te maken. Ik vind zelf dat die gelukt is. Ik hoop dat jullie hem ook nog tof vinden. Ik zou niet te lang meer gaan lullen, dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, het is zover. We gaan weer ARK spelen. En jullie hebben het vast al in de titel gezien. We zijn eindelijk in ARK Ragnarok. En ik zeg wij. Want ja, ik heb hem toch meegenomen hoor. En hij staat hier. Hi Martijntje. Wij moeten nog even lid van elkaar worden. Hoppakee. Yeah, we zijn er gewoon weer. En we hebben alle spulletjes. En dit wordt interessant. Want we hebben nu de S Plus spullen. Ik denk dat dit voor ons heel leuk gaat worden met bouwen nu. Ik denk dat wij ons heel erg gaan vermaken. En heel veel dingen staan op nul. Zie je dat ook? Al die guns. Demo gun, repair gun. Ja, alles wat nul is, dat ga ik wel leren hoor. Prima. S plus campfire. En wij zijn al een beetje level up. We waren al een klein beetje aan het rondspieken. Onderhand ben ik level 6. En jij bent... Hallo, jij bent alweer level 10. Doe even normaal man. Hij is weer lekker bezig. Ik denk dat wij maar zo snel mogelijk iets met een huisje moeten gaan maken, denk ik. Een beetje plek gaan verkennen, denk ik, om een leuke locatie te gaan zoeken. Ja, ik wilde inderdaad bovenop de rots even kijken. Ja, weet je wat het is? Ik ken heel de map nog niet, dus ik heb geen idee waar ik naartoe loop. Ik heb echt zoiets van, we doen wel wat. Wat staat hier boven? Het lijkt hier of er hier boven iets staat. Op dit, hier links, boven. Is het iets van een huis of iets? Oh! Archies en schorpioenen. Ik ben er. Het is een ruïne. En bij ruïnes, ja hoor. Er is een kist. Oh, dit is wel een megakist. Nou, dat is hem niet. Ja, ik dacht hier, dat moet toch dan meestal een noot of zo liggen? Of... Oh, dit is een mooi puntje. Oh. Martijn. Ja? Ik zie water. Ik ben bij het meertje. En ik kan daar nog steeds niet naar beneden. Lopen we anders naar het meertje? Martijn! Twee watervallen. Maar deze is ook super schattig. Waar ben je? Oh, hier. Hallo! Kijk dan! Oké, ja, we gaan echt niet meer langer zoeken. We got it. En het ziet er best veilig uit. Alleen nog maar trikes en dingen. Oh, kijk dan daar. Nog één. Ik moet even wat drinken hoor. Blablabla. Zo! Hey, moet je vis hebben? Hier aan die onderkant van die watervallen, jongen. Holy. Dit is belachelijk veel. Bij jou daar ook, of niet? Ja, maar hierachter. Even kijken hoor. Als we hier als we dit oversteken... Ja, dit is echt gaaf. We kunnen ook gewoon hier beneden beginnen. En dan kunnen we... Oh, met die platte steen. Dit is een leuk plekje. Waar ben jij? Achter mij. Oh, daar ben jij. Nee, heb je serieus nog meer watervallen? Oh. Nee, joh. Dames en heren. Ragnarok versus MMS 3. De beste combinatie die er is. Wow. Kom, we gaan hierheen. Wat hebben we hierachter? Ik ben benieuwd naar dat platte stuk daar namelijk.
Even kijken. Yo, er gaat gewoon weer een waterval naar beneden. Oké. Oh, holy! Wow. Zo! Kijk al die haaien! Oké, wie was eerst raak? Huh. Ah. Oeh, wedstrijdje. Ah! Oh. Nee, hij gaat er vanaf. Wow! Nou, doei! Dames en heren, welkom bij het Olympische Spelen haaienwerpen. Vandaag is de halve finale tussen Alivion en Surchex. Als dit hem niet wordt, hè? Oh, ik gooi er echt net langs! Kunnen we niet, Hier. Nee joh! Wat ben je? Maar kan je hier nou nog wel wals op doen? Ja, al is het maar even een beginpunt, zeg maar. Oh, en nog een ding. We kunnen hier al niks plaatsen. Deze. Die wel. Die ook. Oké, hout. Het begin wordt gemaakt. Kom ik nou nog makkelijk bij jou? Ik denk 12 hier gewoon. Ja, oké, we hebben gewoon een pad. Dat is al nice. Hallo, Parasaur. Auw, wat is dit? Oh, yo. Ja. Wow. Waar kwam die ook gewoon plots vandaan? We hebben gewoon al een dicht huisje, joh. Ja, dicht. Maar het valt ook gewoon bijna niet op. Al zou je die denk ik nog van een andere ding maken, van steen of zo. Ik denk dat die gewoon bijna helemaal niet meer opvalt. Hey, weet je wat ook grappig is? Oh, nou zijn we allemaal zo hard bezig en is het huisje al best ver met spullen en alles. We hebben nog geen armor. We moeten dadelijk ook misschien even naar kijken. Dus jij denkt dat hier wat achter zit? Ik weet dat er ergens eentje is waar het wel zo is. Dus het zou zomaar kunnen. Helaas. Op onderzoek uit. Tijd om de map een beetje te gaan bekijken. Oeh, wat is dit? Oh, je loopt voor. Ik hoor dingen. Pas op. Wat is het? Oh, ik zie het al. Sabertoets. Is die dood? Oké, dan kunnen we verder. Nog meer metal. Oh, dat geluid, jongen, van die krekels hier. Waar ben jij? Waar ben je? Ik ben bang. Martijn! Oh, wat deed je? Oh, ik hoor ze. Au. Ik heb geen idee waar ik ben. Oh, ze staan achter me. Ik ben bij de waterval. Ik weet niet of dit slim is dat ik erin spring. Ik denk dat ik dan sneller ben. Oh shit! Ik ben letterlijk op de waterval. Ik ben al bij de waterval. Kijk, we zijn er! Oh, heb ik ze meegenomen? Oh shit. Ik bola hem. Ik heb hem. Speren! Ik heb hem. Hoe komen wij weer bij het huisje? Ik kom... Oh, is dit allemaal metal? Dit is allemaal metal! Dit is een mega metal muur. Die ga ik onthouden. Ik ga die niet met deze doen, dat vind ik zonde. Lekker plekkie! Oh. Ja, bijna dood. Het scheelt heel erg weinig. Ik ga letterlijk voor het huisje dood. Letterlijk voor het huisje. Ja, gadverdamme. Waarom nou weer? Ja, dit is straf. Dit is straf. Nee, straf. Ga maar naar bed. Naar bed. Klaar mee. Nee, naar bed. Ik ben er klaar mee. Naar bed. Slapen. Ogen dicht. En dan gaan we weer de volgende keer verder aan een leuke avontuur. Oké?